Ja, dit heb ik altijd al een keer willen doen. Een Big Mac menu voor u? Welkom bij HR2B. Dit bedrijf staat al jaren in de lijst van beste werkgevers. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? Wij doen daar niet echt iets speciaals voor. Het zijn onze medewerkers die ons op die lijst van beste werkgever plaatsen. En ik denk dat dat vooral komt omwille van het feit dat bij ons de mens centraal staat. 97% zegt van ik kan mezelf zijn bij McDonald's. Dus die aandacht voor die mens, dat appreciëren ze wel. Zeg maar, jullie geven jullie medewerkers ook nog de kans om te studeren om een diploma te behalen? Ja, inderdaad. Dus de McDonald's managementopleidingen die tellen voor heel wat studiepunten mee. Dus die worden echt erkend binnen het hoger onderwijs en binnen de opleiding van operationeel manager. Dus onze managers die die opleiding gevolgd hebben, kunnen nog extra vakken bijvolgen en dan een diploma halen van operationeel manager. Dit soort opleidingen heet HBO5. En Steve is erg blij dat hij die kans kreeg. Wel, ik heb mijn humaniora afgewerkt destijds en ik heb toen een eerste jaar hogeschool gestart. Ik ben daar toen niet in geslaagd en dan ben ik eigenlijk blijven werken bij McDonald's. Ik werkte daar reeds als student vanaf mijn 16 jaar. Na een aantal jaren had ik toch een gevoel van ik wil toch wel graag eigenlijk een diploma van hoger onderwijs behalen. En op een dag kreeg ik het nieuws van McDonald's dat er eigenlijk een afstandsonderwijs bestond. En ik wist onmiddellijk dat dat op maat gemaakt was voor mij en dat dat een kans was om hetgeen ik toen niet heb afgemaakt, nu te kunnen afmaken. Ja, dan halen ze een diploma en dan zijn ze misschien weg. Dat zou kunnen. Maar we merken toch dat ze vrij trouw blijven aan het bedrijf. En als ze weggaan, dan zijn ze ook meer inzetbaar op de arbeidsmarkt. En meteen goede ambassadeurs? Inderdaad. Zeg maar, je werkt al 22 jaar voor McDonald's en je klinkt nog altijd heel enthousiast. Ja, hoe komt dat? 22 jaar, daar zit studententijd bij. Daar zit een tijd bij als storemanager in één restaurant. Dan kwam er een tweede restaurant bij, een derde. Vervolgens hebben we een vierde restaurant geopend. En het beheer van die vier restaurants is een geweldige uitdaging. Dat is met heel veel personeelsleden, met heel veel mogelijkheden tot groei, tot verbetering van de bedrijfsresultaten. En dat is een boeiende job. Dus je bent hier graag? Ja. Mooi. Steve heeft hier bij McDonald's een oude droom kunnen waarmaken, namelijk een diploma halen. En dat maakt niet alleen een betere werknemer van hem, maar ook nog eens een gelukkiger mens. Schitterend, toch? Tot de volgende keer.